dagen komen eraan. In deze aflevering leggen we de focus op de ogen. Dus hoe creëer je nou een catchy ei? Let's go! Nou, we hebben allemaal al de basis aangebracht. Stap 1 is de wink and go. Wanneer je gevoelige ogen hebt, het lastig vindt om een oogschaduw aan te brengen, dan is dit het ideale product. Stap nummer 2, de Time iPad. Dit zorgt ervoor dat je 8 à 10 uur slaap in 10 minuten kan creëren. Nou, hoe fijn is dat? En ga dan ook echt even in de relaxmodus. Jullie trouwens niet, jullie moeten hard aan het werk. Stap nummer 3. We beginnen met een iets lichtere kleur, de Gilded Glow. En die breng ik aan op het bewegend ooglid. Over de wink en go heen. En met een iets donkere tint doen we in de arcadeboog. Stap nummer 4, de Automatic Eye Pencil. En dit product ga ik als een V'tje aan de buitenkant van je oog aanbrengen. Belangrijk is wel, je hebt 30 seconden om te blenden en dan blijft die zitten als een huis. Dan is het nu tijd om de iPad ervan af te halen. En daaroverheen brengen we de highlighterpen aan. Dit zorgt ervoor dat we die 10 uur slaap veranderen in 15 uur slaap. Je kan deze feestdagen kiezen voor lashes of je gebruikt deze twee producten. En we beginnen met de lash primer. En dit zorgt er dan voor dat je wimpers nog mooier en langer worden. En de wimpers ook minder snel uitvallen. En dan de mascara eroverheen. Ik heb hier de Dramatize. Dan is het tijd om de huid, het gezicht, weer een mooie extra glow te geven. En we starten met de bronzing powder. Na de bronzer pakken we de blush, die zit daar rechts van. En daarmee kan je zelf even kijken wat je mooi vindt. Of je hem op de appeltjes van het wang aanbrengt of juist iets daarboven. En daarna kun je hem nog afmaken met een highlighter. En dan hebben we de Kiss and Go. En dit is een lipstick en lippotlood in één. Wat haarlak voor je haar is, is dit voor je make-up. Een setting spray. En dit zorgt ervoor dat je make-up de hele dag en avond blijft zitten. We gaan shinen. En hoe? Met deze oogschaduw. Belangrijk wel om hem met een setting spray aan te brengen, zodat de glitters ook op de juiste plek komen en niet over het hele gezicht komen. Wil je deze feestdagen echt uitpakken, dan zijn lashes natuurlijk echt een must. En dan de finishing touch. Deze lipolie. Echt een prachtige glans. Nou, dit noem ik een echte eyecatcher. Alle ogen zullen in ieder geval op jou gericht zijn en jij bent helemaal klaar voor de feestdagen. En jullie trouwens ook.